Lekker fris en zo. Hallo. Hallo. Oké, ik voel me redelijk in de zeik genomen nu. En dit ga jij doen. Hallo lieve mensen. Ik ben het. Deze week weer een experiment die heel vaak door jullie is aangevraagd. Ik ga namelijk een week lang in één en dezelfde outfit lopen. En dat doe ik niet zomaar om te kijken hoe, haha, dat gaat stinken. Nee, dat heeft ook nog wel een beetje een diepere betekenis. Omdat ik heb gelezen over onder andere bijvoorbeeld Obama, maar ook Steve Jobs. Die dus eigenlijk altijd hetzelfde aan hebben, of ongeveer hetzelfde. Zodat ze niet hoeven na te denken in de ochtend over wat ze gaan aandoen en daardoor meer creativiteit en meer ruimte in hun hoofd overhouden voor andere dingen. Nou, dat vind ik natuurlijk interessant. Ik ben heel benieuwd wat het me gaat brengen. Maar eerst gaan we natuurlijk een outfit uitzoeken. Of zal ik gewoon de hele week in mijn French shirt blijven lopen? Zo, nou morgen is het zover en ik heb natuurlijk een outfit uit te kiezen. Nu zit ik zwaar te twijfelen over wat ik natuurlijk wil uitstralen. Ik hoef geen pak aan voor mijn werk of zo. Je wil iets wat niet te casual is, wat je ook bij andere chicere evenementen misschien aan kan doen. Dat je niet gelijk de plank helemaal mislaat. Is nog best wel lastig. Ik kan natuurlijk heel saai voor gewoon een zwarte blazer gaan met een wit shirt of zo. Maar ja, daar wordt de video ook niet heel veel leuker van. Oké, zwart is off limits bij deze. Wel de broek. Ik doe wel gewoon een zwarte spijkerbroek aan. Want ja, die zit gewoon het lekkerst. Mag dat? En daarbij mijn All-Stars natuurlijk. Te koud, te heftig, te nonchalant. Oké, sowieso dat er natuurlijk een kattenshirt moet komen. Deze gaat het worden. Met een colbertje denk ik. Maar dan niet zwart, maar een lege print. Waarom niet? Auw. Jezus, dat was dom. Laten wij beginnen. Zo, het is dag 1 en ik heb mijn outfitje uiteraard aan. We hebben de hele dag visite rondes gedaan langs ouders en zo. En nu gaan we uit eten met Jorg en Sunny. Ja, dat eigenlijk. En dit ga je aandoen. En dit ga ik aandoen in een niet heel chic restaurant, dus dat kan prima. Ik vind respectloos. Ja? Hallo. Hallo. Top content. High level shit. Bonjour, ben je bij? Ik was aan het slapen. Hallo. Ja, je mag het antwoord geven. Als ik één outfit voor de rest van mijn leven aan moest doen, een spijkerbroek met gympa, een zwart leren jasje en wat voor t-shirt? Wit is zo besmettelijk voor de rest van je leven. Dan maar, ja. Een licht roze shirt en dan ook licht roze sneakers. En ook een leuk petje. Een zwart pak en een wit overhemd met zwarte schoenen. Als je een zwart pak aan hebt, het is gewoon overal goed. Begrafenis, feestjes, partijen, op strand. Altijd een zwart pak. Klinkt een hele rare dag. Oké, ik ga zo naar kantoor en ik ben dus heel erg benieuwd of mijn kantoorgenootjes door gaan hebben dat ik de hele week hetzelfde aan heb. Want zo kunnen we dus gelijk het spotlight effect testen. Je bent als mens namelijk altijd gewend om iets te bekijken vanuit je eigen perspectief. En vergeet vaak dat andere mensen met andere dingen bezig zijn en anders naar dingen kijken. En het spotlight effect gaat er dus ook om dat je zelf heel vaak van alles bij jezelf opvalt. Bijvoorbeeld een puist op je gezicht of een vlek op je trui of een ladder in je panty. In mijn geval heel vaak is dat. En als je daar dan buiten mee rondloopt, dan denk je dat iedereen dat ziet. Terwijl als je dat na gaat vragen, 99% van de mensen dat helemaal niet is opgevallen. Je overschat dus standaard hoe opvallend dat is. Je hoeft dus helemaal niet zo onzeker over dat soort dingen bij jezelf te zijn. En ik ga het aan je bewijzen, want wedden dat niemand het gaat opvallen dat ik dezelfde outfit aan heb deze week. Ik ben benieuwd. Zo, het is dag 3 of 4 denk ik. En ik moet zeggen, ik vind het echt zo chill dat ik niet hoef na te denken over wat ik aan ga doen in de ochtend. Het geeft echt gewoon rust. En vandaag schijnt de zon ook nog eens en ga ik nu lekker koffie drinken met een Australische vriendin. Dus het leven is echt vet goed. Hashtag love life. Hashtag make your dreams come true. Hashtag geniet om. In the southern hemisphere, I mean not a summer dress. Northern hemisphere, I would want this.
crazy. Zo, het is donderdag en ik ben op pad voor een afspraak, een werkafspraak. En normaal had ik echt, denk ik, een kwartier tot half uur zo voor de kast gestaan om mijn outfit uit te zoeken. Nu moeten ze het maar doen met een kattenshirt en waarschijnlijk nog wel vlekken. Als ik één outfit moet kiezen voor de rest van mijn leven, dan denk ik een blouseje. Omdat dat is, dan kun je ook casual dragen, maar ook zakelijk. Dus ik denk dat het altijd wel gepast is. En dan een spijkerbroekje is altijd goed, een leuke spijkerbroek. En dan gewoon een beetje casual laarsjes, denk ik. Jet, ik denk dat jij de enige bent die mij bijna alle dagen heeft gezien deze week. Is jou iets aan mij opgevallen? Ja, ik wist dat je deze vraag niet stelde. Nee, echt niet. Oké. Okay. Nou, dat is mooi. Dan klopt mijn voorspelling. Waarvan? Ik heb de hele week hetzelfde aangehad. Oh god! Je hebt gezegd dat je dit ging doen. Vorige week, ja. Absoluut niet opgemerkt. Oh, wat grappig. Zeg het maar. Zo, het is vrijdagavond en ik ga partyen. Oma gaat op stap. En uiteraard doe ik dat weer in mezelfde kloffie als waar ik de hele dag al in loop. Superleuk. Lekker fris en zo. Maar ja, het mag de pret niet drukken. Nog één dag. Nog één dag. Oké, nou de tip van de week is dat je als je dezelfde outfit aan wil, heel vaak, dat je dan heel veel verschillende opties hebt. Want nu heb ik dus mijn shirt aan die ik gisteravond... Wat ruikt die zo raar? Echt, is die plat? Ook aan had. Fuck you, Nicole. Maar, stink ik? Stink ik? Nou, ik durf niet zo dicht bij je. Nee. Liar. Oké, ik voel me redelijk in de zeik genomen nu. Je bent heerlijk. Is ze weg? Shut up! De kus is nog niet veilig. Toch wel weer fijn om wat anders aan te hebben. Ik moet zeggen, het scheelde me stiekem best wel veel tijd in de ochtend. Ik ben iemand die altijd wel een kwartier naar de kledingkast staat te loeren en niet weet wat ze aan moet doen. Oh, son. Anderzijds, en nu generaliseer ik waarschijnlijk een beetje, denk ik dat mannen het misschien over het algemeen vaker oké vinden om gewoon standaard een zwart shirt aan te hebben dan vrouwen. En dat veel vrouwen toch vaak wel wat belangrijker vinden om af te wisselen. Kleding is voor veel mensen natuurlijk ook gewoon een soort van zelfexpressie. Kortom, ik vond het een heel erg interessant experiment, maar ik vind het nu toch ook wel heel leuk dat ik andere kattenshirts, French shirts en Disney shirts aan kan doen. Bedankt weer voor het kijken. Ik zie je volgende week. Bye bye!